Ja, wat zijn jullie hier in deze vijver allemaal aan het, aan het veranderen? Wat gebeurt hier allemaal? Deze vijver die wordt gebaggerd. Dat wil zeggen, we halen de sliplaag van de bodem weg. En waarom is dat nodig? Zo'n sliplaag die zorgt ervoor dat er te weinig water in de vijver komt. Dus de waterfase te laag wordt. Waardoor de kwaliteit ook kan verslechteren in zo'n vijver. Het is dus eigenlijk onderhoudswerk. Het is een soort onderhoud. En wat halen jullie precies weg uit die vijver? Ja, dat is een sliplaag die wordt eigenlijk gemaakt door alle blad wat invalt van de bomen die er staan. En ook van materiaal wat er inspoelt vanuit kanten, vanuit een regenwateruitlaat die erop zit en dergelijke. Dus dat neemt alle materiaal mee en het bezinkt op de waterbodem. Ja, en wat Almelo's natuurlijk ook wel graag willen weten, vinden jullie ook wel eens hele rare dingen in die vijvers? Nou, hier hebben we niet zulke rare dingen. Eén oud vat lag erin, dus dat is het enige wat we hier gevonden hebben. Ja, en wat rommel natuurlijk. Ja, maar geen mooie nieuwe fiets? Nee, helaas niet. Nee. En hoe vaak doen jullie dergelijke baggerwerkzaamheden? Ja, dat ligt een beetje aan hoeveel water er naartoe komt, hoeveel bomen er omheen staan. Maar gemiddeld zo, eens in de 10, 15 jaar moet er gebaggerd worden. Juist, dus voorlopig kunnen ze hier in de Aalderingshoek wel weer verder? Voorlopig kan die er even weer tegen. Er is hier ook een soort overstort bij de vijver, hebben wij begrepen. En het water, dat dan, als het heel veel geregend heeft, zien de mensen wel eens dat het, lijkt het alsof het riool rechtstreeks in de vijver komt. Hoe zit dat? Kan u een klein beetje over zeggen? Nou, als het heel erg hard geregend heeft, of heel hard regent, dan komt er rioolwater, komt er heel veel water naar het riool toe. Dus heel veel regenwater. Dan wordt het riool dan zodanig belast dat het niet meer aan kan. En als dat voorkomt en om te voorkomen dat het rioolwater naar de huizen gaat, is er een overstort geplaatst waardoor het water dan weg kan hier de vijver in. Maar dan is het wel terfverdunt rioolwater. Juist, daar kunnen mensen wel gerust op zijn dat geen overlast gaat bezorgen. Als het goed is niet. Nee.